Jij neemt nu een boerderij over met 70 melkkoeien. Klopt. En waar ook mais op de akker staat voor de koeien. Ja. En jij gaat dat veranderen. Ja. En wat ga je veranderen? Ja, we willen stoppen met mais voeren en andere producten voeren. En we willen stoppen met veel voeren van ver weg halen. Dus bijvoorbeeld de brokken die nu gevoerd worden en die aan de koeien voeren. Maar dat van lokaal voer doen. En de eerste stap die we nu doen is dat we dadelijk een circulaire brok gaan voeren. Dus dat zijn brokken die van de reststromen van mensen, van menselijk voedsel gemaakt is. Dus bijvoorbeeld de oud brood dat van bakkerijen overblijft, daar wordt dan een brok van gemaakt. En wat we gaan doen is de graslanden veel kruidrijker maken. Dus je ziet hier dat er allemaal droge plekken in zitten waar het gras ook bijna dood gaat, maar in ieder geval helemaal verdort. En als je kruiden hebt, die wortelen dieper en daardoor kunnen ze meer vocht uit een hogere laag ophalen, waardoor je grassen ook groener houdt. En er zitten allerlei stikstofbindende soorten in, zoals klavers, en die zorgen ervoor dat je geen kunstmest hoeft te gebruiken. Dus we willen helemaal stoppen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En dan helpt het om kruidrijker te worden. En je vertelde ook net dat je weer granen op de akkers wilt gaan zetten. Niet alleen als voer voor de koeien, maar ook om met de lokale bakker bijvoorbeeld samen te werken. Ja. En dat heeft dus te maken met dat je meer terug gaat naar gemengd. Ja, ik geloof erin dat we op de langere termijn toe moeten naar een voedselsysteem waarbij we primair productie voor onszelf maken, akkerbouwtechnisch. En alles wat dan als reststroom bijvoorbeeld overblijft aan de koeien voeren, of aan varkens of aan kip. En dat betekent per definitie dat je naar een gemengd systeem toe moet, waarbij je dus enerzijds die akkerbouw hebt. We hebben zelf ook touwen geteeld dit jaar om die naar lokale bakken te brengen, daar brood van te halen en die lokaal aan onze leden te verkopen. Dus we hebben hier 1500 leden die boodschappen bij ons doen. Je hebt 4 punten inmiddels waar die leden hun boodschappen kunnen ophalen. Ja, 4 verslokalen noemen we dat, ja. Waar mensen boodschappen kunnen doen. En wat je dan hebt is dat je per definitie graan overhoudt. In dit geval hebben we ook een combinatie van graan met veldboon geteeld. Waarvan die veldboon qua kwaliteit niet genoeg is om zelf op te eten. Dus dat wordt dan meteen diervoer. Dat soort seizoenen heb je ook. Dat hangt ook van het seizoen af. En alles wat dan dus over is, dat kunnen we als reststroom aan koeien of een varkens van kippen voeren. En is er nog een toekomst, want ik hoor je over koeien, varkens, kippen. Is er nog een toekomst voor veehouderij voor jou? Zo te horen wel, maar hoe zie je dat? Nou, enerzijds bijvoorbeeld als het om koeien gaat, dan is kruidenrijke graslanden, dus niet de graslanden zoals die hier nu zijn, maar zoals we hopen dat ze hier over een aantal jaar zijn, extreem belangrijk voor onze biodiversiteit. Dus als we helemaal met koeien zouden stoppen en alle graslanden die we hebben in akkerbouw zouden omzetten, dan klapt onze biodiversiteit in elkaar. Zo, je hoort hier nu ook allemaal zwaluwen. Die zitten hier ook omdat er graslanden zijn, omdat er koeien zijn, omdat er mest is, omdat er daarmee dus ook insecten zijn. Dus ik geloof erin dat wij in die zin wel wat koeien moeten willen houden in de toekomst. En als je dan koeien houdt, dan past het wat mij betreft ook om ze te melken. En om die melk eigenlijk als een heel exclusief product te blijven eten. Ja, dus dan is het iets waar je jezelf mee trakteert, zou je kunnen zeggen. Precies. Iets wat je op zondag eet. Dat het goed zou zijn als we stoppen met koeien die we alleen houden voor het vlees. Want van deze koeien wordt gewoon ieder jaar een kalf geboren. De helft van die kalveren, dat zijn stierkalveren. De andere helft zijn vaaskalveren. Die vaaskalveren die zou je kunnen houden om weer te gaan melken. Maar als je ze allemaal houdt, dan wordt je veestapel groeit alleen maar. Dus daar hou je ongeveer de helft van. Dus 3/4 van de kalveren die in een jaar geboren worden op zo'n melkveebedrijf, die gaan nu naar de kalverhouderij. En dat vlees wordt geëxporteerd naar Italië bijvoorbeeld. En die kalveren zouden we eigenlijk in Nederland moeten houden zoals we nu ook vleeskalveren houden, bijvoorbeeld in natuurgebieden. En dat vlees dan weer zelf opeten. Ja. En dan worden we een stuk duurzamer als sector dan dat we nu zijn. En krijg je nou veel bijval of juist kritiek als je dit verhaal vertelt aan collega's? Ja, dat hangt er helemaal vanaf in welke groep je zit. Dus je hebt van super gangbaar en intensief gericht op zoveel mogelijk melken met zo min mogelijk hectares eigenlijk. En ik heb groepen om me heen die dit ook op die manier uitdragen. En het varieert een beetje waar je zit. Maar eigenlijk het belangrijkste wat ze allemaal zeggen, je moet er wel een boterham mee kunnen verdienen. Ja. En die hele intensieve hoek die denkt dat wij op deze manier er geen boterham mee kunnen verdienen. Terwijl als wij onze producten
zelf lokaal aan die 1700 huishoudens verkopen, dan kan dat heel goed. Dat is wat ons bedrijfsmodel, in ieder geval ons businessplan, laat zien. En ook de Rabobank heeft daar vertrouwen in. Dus ja, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ja, want ik zag jouw collega of iemand met wie je samenwerkt, Arjen van Buren. Ja, die ja. zag ik op LinkedIn een post zetten van ik stop ermee met posten, want ik kan er niet meer tegen met die, ja. tegen die vraag van kan je er wel van leven? Ja. Maar jij zegt ja. Het moet kunnen, absoluut. Ja, en ja, er is misschien ook geen andere weg. Meer? Op korte termijn niet. Sowieso moeten we naar dat gemengde bedrijf toe en naar lokaal voer en niet van ver weg. Want dat is de kern van ons stikstofprobleem. Dat we voer van ver weg halen, dat we dat aan onze koeien voeren en varkens en kippen. Dat we die producten weer exporteren, maar dat we hier met de mest blijven zitten. En dat creëert die stikstofuitstoot. Dus we moeten sowieso naar lokaal voer toe. En wat dan de weg is waarop die boer dat kan gaan financieren, dat is nog een grote puzzel. Maar voor ons is de snelste weg naar zelf lokaal aan burgers vechten. En van de 4 miljoen daarvan doet 1,6 miljoen de Rabobank. 1 miljoen is door burgers gefinancierd. Met name in de regio, maar ook wel verspreid in het land. Die dus die landbouwtransitie, een goed voorbeeld in de landbouwtransitie, graag willen financieren. Er zit van mezelf uiteraard geld in. Een particuliere investeerder uit de buurt. En het Nationaal Groenfonds, het investeringsfonds Duurzame Landbouw, financiert ook 4 ton mee. Goed gedaan. Ja, dankjewel. En nou hopelijk meer collega's die zoiets gaan ondernemen. Moet je wel een hoop ondernemingszin laten zien. Ja, absoluut. Anders lukt het niet. Ja. En overtuigd zijn van je gelijk. Ja, ik weet niet of ik helemaal overtuigd ben van mijn gelijk. Want het wordt ook voor ons zoeken naar hoe doen we dingen precies. Maar wel vertrouwen hebben in een bepaalde richting en iets waar je naartoe wil. En ondertussen weet ik ook niet hoe we dat precies gaan doen. Maar ik geloof wel dat als we die richting vasthouden en dan met elkaar gaan zoeken, dat we er wel kunnen komen. Mooi. En ondertussen gaat het eindelijk regenen. Ja, heel goed.